like Broadway, here I come. Broadway! Amerikaans. Hamburgers, vliegen van mij. Ja, lekker. Op de power hier zo, je voelt kracht. Ja. Er gaat iets gebeuren, er gaat maar wat gaat er gebeuren. Op deze voor de dames en heren, hier is uw gastheer, André van Duin. Doorrollen. Bye-bye. Je zit daar met die camera omheen. Probeer hem niet te raken, de lang. Hop. En omhoog, en bye. Naar voren toe. Hou die beeld. Wauw, wat gaat u al gelijk met de verkeer? Het verkeer is wel het begin van de show alweer. Goedenavond thuis, blij dat u er ook weer bent. Het is alweer de achtste show alweer. We gaan het sneller. Achtste show alweer. Vanmiddag zat ik in de kleedkamer te denken. Ik denk, wat is er eigenlijk veel veranderd op de televisie? Hè? Er is veel veranderd. Ik ben een jaar of 30 geleden begonnen op de televisie. En dan denk ik, goh, in die tijd is er zoveel verschrikkelijk veranderd op de. Het is begonnen met zwart-wit televisie. En ik moet zeggen, ik heb er zelf een hoop aan gedaan. Ik. Om de verkoop van de televisietoestellen te bevorderen in. Nee. Ja, want sinds ik op televisie kom, hebben heel wat mensen hun toestel verkocht. Ik begon. Dat was eigenlijk de grootste verhaal. Ik begon, toen was er helemaal nog geen reclame op de televisie. Toen had je nog alleen zwart-wit en je net. Er was helemaal geen reclame. Dan kun je je nou niet meer voorstellen dat je een programma hebt en dat er meteen een ander programma achteraan komt. Dat bestaat helemaal niet meer. Je had die reclames er tussendoor nou. Ik vind reclame wel leuk. Ik zou niet willen missen, u. Ja. Nou, ik vind wel leuk. Maar ik vind, ja, het is af en toe een beetje kinderachtig, hè, Mini? Af en toe een beetje kinderachtig. Vooral dan die namen van die reclames, hè, van die producten. Bijvoorbeeld, fruitdruifje. Of appelsientje. Ik zou het niet durven bestellen in een volle zakenbu. Ja, als je in Sesamstraat boodschappen loopt te doen, dan neem je dus noods nog een zak pretletters erbij. Maar ik vind niet echt volwassen klinken. Hey, hoeveel die verkoopse reclame van Cora? Hoeveel Cora? Cora, hoor, daar staat die halve zul staat erachter. Hè? Want zij is ook niet in orde natuurlijk. Maar die chef die staat een beetje lullig. Die bijst met een koekenpan of zo, weet je. Dat is de chef met een koekenpan. Denk, nou, als ik een zaak had, zou dat mijn chef niet worden, weet je wel. Nee. Trouwens, die Otto, die zei van Cora, die als ik zie lopen, denk ik, nou, die heb liever iets van Otto, weet je wel. Of zo roept er ineens weer een of andere gek op televisie van ze smelten de kazen! Ze smelten in de ding, wat kan mij dat dus schelen? Ze smelten de kaas. Hebben jullie er problemen mee? Als mijn kaas niet is, we maken het. We hebben die andere man die altijd overal aanbelt. Dat is ook zo'n half, die belt overal aan en die zegt dan, dag mevrouw, bent u aan het braden? Nou, dan gaat die man naar binnen en die wordt nog binnen gevraagd ook, bent u aan het braden? Ja hoor, kom binnen. En dan met die neus boven die pan en in de voorkamer zit er nog een andere man, die roept ineens van, laat die man een stukje mee eten, laat die man een stukje rot op. Je gaat niet, een wildvreemde vent van lekker meester. Het domste vind ik altijd, dat vind u ook, was de wasmiddelreclame, hè. Dus ik denk altijd, voor wie zou dat nou zijn, hè? Dan lopen al die van die vrouwen, hè, die lopen dan lachend met een over en vol met bloedvlekken en chocoladevlekken. Hè? Ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Want hoe kan je nou onder de chocola komen en onder het bloed? Dat kan toch niet? En dan zijn ze nog lachend, staan ze met z'n allen eromheen rond dat shirt. Maar elke moeder zou zeggen, wat gloeiend, hoe heb je dat nou weer? Nee hoor, staan er lachend omheen. En, nou, denkt u dat deze vlek eruit gaat op 40 graden? Nee, dat bestaat niet, roepen ze dan. Hè? Nou, probeert u het eens een week later. En ongelooflijk! Allemaal vriendinnen eromheen die het ook niet begrijpen. Hè? Ook een beetje, ja, hoe kan dat nou? Ja, een beetje van mezelf en een beetje van Maggie, weet je wat gedaan? Ja. Ajax allesreiniger, waar ben je? Dat zeg ik niet, zou ik zeggen als ik de flesje was, hè. En dan die ellendige wc eend, vind je die ook niet vervelend? Gewoon hebben ze zo'n halve Duitser erbij, die roept dan van wc eend, doen het tot het randje. Denk ik, ja toch, op, weet je wat. Durex condoom, aanbevolen door topfokkers. Kijk, dat zou een goede reclame zijn, maar dat doen we niet. Maar het voordeel vind ik wel van al die reclameblokken, ik ben blij dat ze al die reclameblokken hebben, dat die blokken niet worden onderbroken door films. Dat vind ik wel prettig. Vind je niet? Ik heb zo eigen gedroomd vannacht. Ik droomde dat ik Sonja Barend was. Nou is dat niet zo erg, maar Marcel van Dam kroop steeds tegen me aan. Dat vind ik prettig hoor. Ja, het is leuk. Ik vind het wel leuk hier.
Het leuke van hier in Aalsmeer zijn, dat heb ik al een paar keer verteld, er lopen altijd zoveel bekende mensen rond van die televisie. En je kan ze allemaal aanraken ook. Als je hier overdag als ik je langskom, kom er binnen, je kan iedereen aanraken. Behalve Ria Bremer, die is giftig. Ja, ik heb even één keer heb ik zo met mijn vinger aan de pols gezeten. Nou, ik had zo'n blaar gelijk, weet je. Gelukkig kwam Martin Gauws net langs. Ja, die was Maurice de hond zinnelijk aan het krijgen, probeerde. Nou, voor we met me gaan beginnen, tenslotte even gauw het laatste nieuws over Urzul de Geer. Ja, mensen vragen op straat ook aan mij, hoe is het met Urzul? Ik ken hem, alsof ik ermee samenwoon. Met Urzul, hij doet tegenwoordig ook heel veel winkelopeningen. En hij doet ze gratis. Hij doet ze gratis. Ik zeg, waarom doe je die winkelopeningen gratis? Hij zegt, dat moet wel, als ik er geld voor vraag, vragen ze me niet. We gaan gauw beginnen met het eerste onderdeel. Het ei van Columbus. Kool, ben je klaar? Hoppa! Jazeker, daar is hij weer, hè. Nog een hele loop. Maar even langs. Hoe doe je allemaal staat, hè? Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we weer. Met een nieuwe aflevering van het ei van... Ik moet er even langs, joh. Ik moet even voorzichtig. Dat is, staat enorm in de weg hier. Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we weer. Met een nieuwe... Oeh, de kleine schoentjes weggekomen. De rug wil ook nog steeds niet. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het ei van Columbus. Ik heb natuurlijk de jury weer bij me. Ik hoef zo nauwelijks meer voor te stellen, maar ik ga het toch doen. Frits Bond, dames en heren, weer aanwezig. Hallo Frits. En ze is natuurlijk weer gekomen van de VPO Show 4. Maar goed, dames en heren, ze gaan dus bepalen, of nou niet bepalen, dat gaat u in de zaal doen, maar ze gaan in ieder geval hun mening erop overgeven. De eerste uitvinder die gaat komen, heeft een hele bijzondere uitvinding. Dat is namelijk de heer Voskeulen en die komt uit Amersfoort. Meneer Voskeulen uit Amersfoort, waar zit meneer Voskeulen? Voskeulen uit Amersfoort. Inderdaad. Gezellig. Ik kom er even bij staan, want ik kan even makkelijker met u praten natuurlijk. Hè. U heeft een interessante uitvinding, heeft men mij verteld. Hoe is het? Alles goed? Geweldig. Fijn dat u er bent. U heeft een interessante uitvinding gedaan. U bent uitvinder niet? Ik ben geen uitvinder. Nee, u bent helemaal geen uitvinder. Maar u bent een muzikant. Dit zijn de muziek... Dit is een bandje, ja. Een orkestje. Een bandje, hè. Een flinke winkel. Wie zijn dit? Dit is Music for Fun. Uit Amersfoort. Music for fun. En u speelt ook voor de fun, u bent geen beroeps... Voor fun, voor de fun, hè? Gewoon in de vrije tijd ben u lekker aan het muziceren met z'n allen. Onder leiding van Johan Winter. Ach, ja, het schelen. Johan, alles goed? Johan Winter, al onmisbaar, hè? Die zegt, van daar gaat hij, hè? Of, tijd voor de pils. Music for fun, dames en heren. Vertel eens, u heeft een interessante... U heeft een orkest uitgevonden. Gelukkig niet. Oh, wat heeft een saxofoon? Dat is veel werk, maar... Wat heb u dan uitgevonden? Ik heb een aardigheidje uitgevonden. Dat is een muziekstandaard voor solisten. Pardon? Solistische standaard. Een solistische standaard? Ja, inderdaad. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat een muzikant die normaal op zijn stoel zit... Ja. Die heeft een laag standaardje. Ach. Als hij dan een solo moet spelen... Ja. Of als solist, dan sta je in de kijkers. Oh. Maar dan moet je zo laag bukken om je muziek te kunnen lezen. Ik voel het nou al in mijn rug. Dan krijg je van ik je rug. Ik voel het nou al in mijn rug, ja, natuurlijk. Dus dat is voor de rug ook... Dan moet je zo voorover staan, natuurlijk. Daar heb ik een dingetje voor gemaakt. Dan gaat hij, als je gaat staan, ook omhoog. De lessenaar. Waarom? Oh, de lessenaar. Ja. Als je erop trap gaat, omhoog. Nee, ik begreep hem wel. Ik begreep hem wel. Toch? Ja. We begrepen hem allemaal. Luister eens hier. Alleen, ik mis nog één muzikant en dat is een viool. Een viool? Ja. Kijk eens naar die kant, daar zit ze. Kijk eens wat een schitterende viool daar zit. Maar dan kan je niet op strijken. Nou, dat moet je niet zeggen hoor. Al viool, daar komt muziek uit. Toch wel? Ja, maar viool komt niet echt muziek uit. Maar, dames en heren, hij weet het helemaal niet. Maar er zit ernaast een eerste klas. Muzikant, dat is deze, hè? Ja, ja, ja. En die kan namelijk heel leuk op de waldhoorn spelen, niet? Of hoe is het? Hebben we een waldhoorn? Hoe jij van balden? Je vrecht in deze, we mogen even deze.
Frits zal niet eten. Laat even wat horen, dames en heren. Dan krijgen we Frits op de dingen, zo heet zo'n ding. Een trombonor, hè. Maar even van de vakantieman. De vakantieman. Even schuiven we even in de vakantieman soort, hè. Vakantieman. Ja, dat is wat gaat hij doen? Mag ik even proberen? Oh, je hebt nog pretenties. Oh, zijn saxofoon is niet goed. Voor even ding. Ja, die is wat lichter. Nou, aan de kant, Frits gaat schuiven, jongens. Aan de kant, allemaal. Dat wordt wat, hoor. Ik wil het niet meemaken, want ik ben. Nou, dan gaan we even horen. Wat ga je... Wat... Even wachten. Er komen koeien op af. Even de koeien weg. Even de koeien weg. Ja, kom maar zingen, oh en de zingen. Oh ja, zingen. Oh ja, zingen. Oh ja, zingen. Oh ja, zingen. Oh, dat je dat niet bent blijven doen, Frits. Ja. Dan hadden wij er verder geen last van gehad. Dus die wonen. Maar goed, dat is even tussendoortje. Maar toch wel even een highlightje. Ik dacht dat hij wel oudersavond in de herhaling kwam deze. Maar het ging natuurlijk even om, meneer, want u valt hier niet helemaal uit de boot. U gaat even een stukje spelen en dan zien wij hoe de lessenaar gaat werken. Dan demonstreren we gelijkertijd het apparaat. Demonstreert? Ja, inderdaad. Nou, we zijn vreselijk benieuwd. Meneer De Winter, jawel. Hier is vele jaren van research aan vooraf gegaan. Oh, niet geoefend? Wel geoefend. Oh. Inderdaad. Goed. Nou, we gaan meneer De Winter, u bent er klaar voor. U houdt ze in de hand, hè. Oh, daar gaan we. Daar komen ze muziek en fun. Nee, hoe heet het ook alweer? Music for fun. Ze zijn te huur. Music for fun. Daar komen ze. We kijken wat er gaat gebeuren. Wow. Ik zie nog weinig gebeuren. Ah. Fantastisch, denk ik. Enorm, kom er even bij, want dat willen we natuurlijk ook. Ga je rotzooi bij houden, jongen, we liggen aan de kant, hè. Luister eens, het gaat met een fietspomp, begrijp ik, of zoiets. Een autopomp. Een autopomp. Dus ik druk omhoog, papa, daar gaat hij al. Ja, druk weer en om. Hoe en gaat hij weer? Nou, juist. Oh, dat dingetje. Nou, dus ik vind het een briljant, ja, hè. Ja. Frits. Wat zeg jij daarvan? Ik moet zeggen, ik vind het echt een voortreffelijke uitvinding. Hoi, het is echt iets nieuws. Ik denk dat veel muzikanten erop zitten te wachten. Alleen, ik betwijfel of het een succes zal worden in de big band. Omdat toch veel solisten daar het proberen uit het hoofd te spelen. Ik zie eigenlijk meer iets in voor symfonieorkesten. Orkesten bij opera. Die ook vaak solisten hebben die dan moeten blijven zitten. Omdat die standaard niet omhoog kan. En wat ik nou voor me zie, dankzij uw uitvinding. Is dat straks in het symfonieorkest. Wanneer daar wordt gesoleerd door de violist. Dat dan ook even met het voetpompje. De man omhoog gaat om dan in de orkestbak applaus te oogsten. Ik vind het een prachtige uitvinding. Nou, af en toe. Af en toe, je kan wel wat leuk zijn, hè? Viool. Ja, ik heb genoten van de muziek vooral, maar heeft dat ding geen bijgeluiden? Ik bedoel... Nauwelijks. Ja, maar toch wel een beetje. Dus. Alleen met afgaan. Met afgaan. Zakken. Sisti. Ja. Met zakken zit hij. Met zakken zit hij. Met zakken maar alle gebeurt ja, en blijft de muziek, want nou is het maar een partij op één blad muziek. Maar als je heel veel partijen speelt, dan rollen ze eraf, of niet? Nee, valt wel mee. Ja, als we alleen bij draaiorgel boeken, dan willen ze wel eens tollen natuurlijk, maar normaal niet, hè. Maar ik vind hem één. Valt er een. U moet altijd een aantal maten van tevoren, hè. Maar al beginnen te pompen, moet je daar rekening mee houden, ja. Moet je rekening mee houden? Ja, dan moet je rekening. Dus voor de solo begint u al? Uiteindelijk moet je ook gaan staan. Ja. En als iedereen er nou één heeft, hè? En moeten ze allemaal pompen. Ja, maar als je improviseert.
Als je trapt, gaat hij omhoog. Ja, ja, maar je ziet toch wel bij improvisaties of zo, een lekkere jam session, dan iemand pakt gewoon een solo. Dat wordt ruzie dan. Dan zie je ineens hop omhoog. En, Nou, als ieder zijn ding heeft, is er geen probleem. Ja, nee, maar dan krijg je dus wel een probleem. Dan gaan ze allemaal door elkaar solo. Nee, staat allemaal op papier. Oh. Nou, opgelost. Muziek, opgelost. Opgelost, inderdaad. Opgelost. Ik vond het prachtig, meneer Voskeuren. Geweldig, gaat u lekker zitten. Ja, een geweldige uitvinding. En wij gaan kijken naar de volgende uitvinding. En die staat al klaar hier zo. Dat is de uitvinding van de heer Kerklinger. Die komt uit Almere, dames en heren. Meneer Kerklinger. Goedenavond, meneer Kerkling. U komt uit Almere. Inderdaad. Nou, dat is toch geweldig. Gaan we even weg, want het duurt wel even, jongen. Dat is rommelig, hè. Dat is de vorige uitvinding die we moeten. Dat kunnen we hier niet bij hebben, ja, natuurlijk, hè. U gaat even uitleggen. Wat heeft u hier gemaakt? Wat zou het zijn? Ja, dit apparaat is nu uitgevoerd als drankorgel. Nou, dat is ongezellig, jongen. Nee, gaan we weer zitten, want het is ongezellig. Dat zijn van die lege stoel. Daar bleef er maar bij, eigenlijk, hè. Het is gezellig aan het zitten van die lege stoeltjes, dat is ook niet leuk natuurlijk, hè. Wat is dat u nou heeft... Hij is nu uitgevoerd als drankorgel. Een? Drankorgel. Het is feitelijk een multifunctioneel... Het is een apparaat. Multifunctioneel mixapparaat. Hij doseert... Heeft u dit zelf gemaakt? Ja. Doseert en combineert 17 verschillende vloeistoffen in bepaalde verhoudingen. En... nu zit er dus drank in en nu is hij geprogrammeerd om cocktails te maken. Ja. Maar je kunt er ook andere dingen, andere vloeistoffen mee mixen natuurlijk. Nou, ik vind dit perfect. Ja. Dan zouden we andere vloeistoffen gooien, jullie waren. Dit is toch perfect, hè? Ja, ja. Kunnen jullie dus even demonstreren? Dus ik kan gewoon zomaar zeggen, doet u mee maar een jonge borrel met cola. Nou, ik zat even... Ja, demonstreert u even, ja. U drukt op... Dan loop je vol. Dat is ja, hoor maar, laat me je horen. Hoor maar, laat me. Nou, dat is een stevig, hè? Dat is een stevig, hè? Kan die even... Oh, maar geen. Ja. Oh, dat doe je zo. Dat is een stevig. Nou, dat kunnen we al de avond is dat natuurlijk wel top als we zo'n andere orgel in de dinges hebben. Wil u wat drinken, heer? Nou, gezellig. Zeg u maar, hoor. Bloody Mary, een whisky met een cola en een gewone jongen met ijsgraad. Ja, dat zou je maar. Een biertje en een kopzoetje voor de zomer. Deze is voor meneer Bom, dat is een booby trap. Oh, Frits, een booby trap. Een booby trap, die is speciaal. Die honger hebben. Is alcoholvrij. Alcoholvrij, heb je alcoholvrij zo? Ja. Daar is je ook op rekening. Jusje. Een jusje. Alcoholvrij, dan geeft hij een ander geluid. Dus. Wat gebeurt er met hem? Oh, iedere drank heeft zijn eigen melodie. Ja. Oh, dus je kan horen wat ze allemaal zuipen. Dus ongelooflijk, hoe verzin u dat, hè? Hoe ben u op het idee gekomen om dit te gaan maken? Ja, dat is nogal een verhaal. Wilt u het weten? Nou, is dat een... Ik zie nu een heel oud dametje. Ah, staat er saai. Mooi, kijk eens even, jusje. Heeft hij er lekker uit, hè? Dank je. Nou, ik vind het een schitterend uitvinding. Frits, heb jij daar iets aan toe te voegen? Ja, zoals het apparaat hier voor me staat, moet ik... Hij is pomp, hè? Ik neem aan dat het niet bedoeld is voor de huiskamer om het daarvoor aan te schaffen. Nee, maar nee. Meer bedrijfsmatig. Bedrijven die nu, en bedrijven die nu nog een koffieautomaat hebben, daar kan een dergelijk apparaat naast worden gezet. Bijvoorbeeld. Dus dan is iedereen vrij om te drinken wat hij wil. Die muziek die u hebt gekozen. Wat komt er nou bij een appelsapje uit? Alleen voor de vorm hoor, dat hij dat vraagt, appelsap. Je zit er thuis ook te kijken, dus dan denk ik zal eens vragen of de appelsap is dit. Viool. Nou, ik had Suderansje besteld uit het orgel, hè? Ja. Ja, er zit nog iets anders door, hoor. Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja. Oeh. Dat is echt... Ja, die gleed er wel in, hè? Die maakt de spullen wel open. Een tipje witte rum of zo, maar ik dat... Jij wil er nog één wat als het over drank gaat, dan krijg je voor uw viool niet stil, hè? Die blijft vragen, hè? Die wil alles allemaal weten, hè? Nou, ik vind het een schitterende uitvinding. Hoe heeft u er lang over gedaan om het te maken? Nou, met passen en meten is de meeste tijd versteken, ja, maar... Passen en meten, we gaan vragen aan het publiek, dames en heren. Meneer Van, u zit er al. We gaan vragen wat u allemaal ervan vindt. Wat vindt u, heeft het knopje weer gekregen? A, als u zegt, nou, dit is zo'n uitvinding. B, als u zegt, nou, we gaan er nog even over slapen. C, als u zegt, van, ik vind het helemaal niks.
Eerst even voor de, hoe noemen we hem? De schuif. Standaard. Solistenstandaard. Solistenstandaard, natuurlijk. Alexander, kunnen we je. Oh, wat vindt u van de solistenstandaard? Druk je op het knopje nu. Ja, daar komt hij al. Dames en heren. 620 punten al. Voor een schuif. We zijn wel top, joh. Maar we zijn er nog niet, maar we gaan nu kijken voor een droomkorrel. Druk u even op het knopje als u zegt van nou, dat vind ik een topuitvinding. Of u zegt van nou, nee, daar ga ik over slapen. En als u zegt van nou, ik hou niet van drank. Op het knopje drukken, nu. En spanning, weer even. Ping. 3,50, 26. 16, nou, dat is potverdorie. Dat is potverdorie, dat scheelt niks, hè. Dat zag u ook, hè. Maar dat betekent, dames en heren, dat u heeft dus nou met 10 punten verloren. Dus u eigenlijk kan je niet van een verliezer spreken. Ja. Maar sowieso niet, want u heeft 500 gulden om de weer allemaal niet bedankt. U gaat even met het orgel door de zaal, hè. Dat is toch de bedoeling dat u even... Hoi, wat een succes. Nou, dat is geweldig, hè. 500 gulden, van harte gefeliciteerd. En u krijgt van mij 1000 gulden. Omdat het een geweldige uitvinding was, sowieso 1000 gulden. Maar we zijn er nog niet, want dat weer 500 gulden, 1000 is natuurlijk mooi. Maar hij is er. De CD met de medleys van André van der Heuvel, die mag ik u ook. Geen reclame! Hallo! Geen reclame van die CD's! Ik graag wel volgende week. Als u een uitvinding heeft, stuur hem even op postbus 999-1430 AD. Frits, bedankt dat je er weer was. Tot volgende week. En Viool natuurlijk ook. Dit was een van Columbus, dames en heren. Goedemiddag. Hallo, Luxemburg. Lucky, we zijn klaar hier. Gooi jij daar even het kruidenbuiltje en het vakantiewasje. Reclame! Attentie, en kom maar met de reclame. Kom maar! En wie die naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat heeft niemand in de gaten. Pizza, pizza. Oh, pizza. Pizza. Even wachten. Pizza. Ja, dat is het weer. Hè. Oh, ik ben blij dat je weer bent. Ik heb het zo druk, joh. Och, ik bezorg me echt het lip. Hele week door, ongelooflijk. Nou, ik kom dus, ja, je maakt als pizza bakken verzorgen, maak je natuurlijk de gekste dingen mee. Ik kan van, nou, ik kom de laatste tijd kom ik heel erg veel bij nogal een beetje eenzame dames. Die zijn zo ontzettend eenzaam, die bestellen dan mij, weet je wel. En dan kom ik aan de deur, nou, dan is het niet van even wachten, dus meteen pizza! Ik schrik er wel eens van, hoor. Ja, die zijn allemaal eenzaam, die zijn allemaal een beetje over seks, weet je. Beetje over seks zijn ze allemaal een beetje. Er zijn erbij die bestellen wel 6 keer op een dag een pizza. Ik hou het allemaal niet bij, hoor. Ik gooi wel eens een lege doos naar binnen. Dan kan ik... Maar ga je. Ja, er zijn erbij. Oh, ik heb er één die kan over helemaal niks meer anders dan praten dan over seks, hè. Die praat alleen maar over seks. Ik zeg, je moet eens over wat anders praten. Ik zeg, praat eens over het weer of zo. Het is oké, wanneer doen we het weer? Die kunnen niet mee babbelen, weet je. Maar ja, ik zit er mee. Maar het zijn verder leuke mensen. Er was er eentje, die was ook zo'nzelfde dus. Die was een weekendje naar Londen geweest, hè? Maar die was ook zo, dat je voelt die... En die kwam dus terug, ik zeg, hoe was het in Londen? Zei ze, nou, ik vond er niet veel anders, erg tegengeval. Ik zeg, viel Londen tegen? Zei ze, ja, Big Ben is een klok. Kijk, nagaan hoe die zijn. Maar er zijn ook een hoop oude, er zijn ook een hoop beetje oudere dames zijn erbij. Een hoop oudere dames zijn erbij. Oh, er zijn erbij, die zijn zo oud. Mijn pizza lijkt vers, weet je wel, zo oud, hè. Maar die doen dan alles eraan om toch jong te lijken. Ik heb er één bij, die heeft zoveel make-up op. Die kan alleen nog maar door een rietje praten. Dat is natuurlijk te veel, hè. Hebben jullie al gehoord van die karate-expert?
Hebben die nog niet gehoord? Karate-expert die komt voor de eerste dag in het leger. Moet die salueren, slaat die zijn hele kop in tweeën. Dat is ook wat. Gisteren kwam ik in een café, hè, moest ik bezorgen. Ze vragen mij overal nou. Hè. Dus ik kom in een café, ik bezorg die pizza. En er staat een heel zo'n grote venster. Zo joekel. En die komt naar me toe, die zegt, wil je volgens jou de sterkste wie is volgens jou de sterkste hier in de zaak? Wie is volgens jou de sterkste hier in de zaak? Ik zeg, dat zal u wel zijn hier, ik wil laat maar gaan. Hij gaat verderop en vraagt een andere, wie is volgens jou hier de sterkste in de zaak? Die man zegt ook, oh, dat zou jou wel zijn, weet je wel. Gaat hij naar een heel klein mannetje toe met zo'n brilletje op zo'n man. Hij zegt, wie is volgens jou hier de sterkste in de zaak? En dat kleine mannetje pakt een beet en die smak hem zo over de bar heen. In één klap, alle flessen eraf. Dus die grote vent die krabbelt overin en die gaat naar de kleine ventje toe. Die zegt, je hoeft niet meteen kwaad te worden als je het goede antwoord niet weet. Ben je daar van de week hebben ze hebben Carré hebben ze verbouwd, hè? De theater in Amsterdam, weet je wel, het oude circusgebouw aan de Amstel. Hebben ze daar helemaal verbouwd, nou groter geworden, dan moest ik ook steeds pizza's bezorgen. En die waren allemaal fans van mij, die bouwvak. Als ik kwam met mijn pizza's, dan waren ze aan het heien, weet je wel. En dan hoorde je, even wachten, pizza. En ik gaf ze steeds pizza besteld, vooral die hoofduitvoerder, die voerde niet veel uit, maar die bestelde pizza. En die bestelde overigens aardige man, niet voor iedereen. Ik heb erbij gestaan dat hij een van die bouwvakkers zo ontsloeg. Stond ik bij, met mijn doos. Die man komt binnen, hij zit tegen die uif, hij zegt, ik heb problemen, hij zegt, mijn kruiwagen, mijn wieltje piept. Nou, zit hij uitvoerder. Hij zei, ja, iedere keer als ik met mijn kruiwagen naar binnen loop met Sam bij Carré, dan hoor ik piep, piep, piep. Nou, die uitvoerder kwaad. Hij zei, je bent meteen ontslagen. Zit die man, hoezo? Hij zei, een kruiwagen hoort piep, 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 piep. Ja, dan kun je niks te zeggen natuurlijk. Hè. Zometeen moet ik naar huis, want ik heb een beetje ruzie met mijn vriendin. Hè. Ja, een beetje ruzie, ja. Ja, een beetje ruzie met mijn vriendin. Dan komt zo, we waren aan het winkelen. En toen liepen we langs een juwelierszaak. Moet je natuurlijk nooit doen met je vriendin lang een juwelierszaak lopen. En ik loop zo lang. En ze zegt zij tegen mij, zeg, goh, kijk eens wat een mooie ring er in de etalage leggen. Dus ik zeg, oh ja, vind je hem mooi? Ja, zei ze, ik vind hem heel erg mooi. Ik zeg, vind je hem echt mooi? Ja, zei ze, ik vind hem prachtig. Ik zeg, vind je hem echt heel erg mooi? Ja, zei ze, ik vind hem heel erg mooi. Ik zei, oké, dan gaan we morgen weer kijken. Wil je nou zeggen, ik had er niet zo op. Ja, gelijk kwaad natuurlijk. Gelijk kwaad, ze is ook niet thuis wezen slapen vannacht. Ze heeft vannacht niet, is over kwaad, niet thuis geslapen vannacht. Kwam ze vanmorgen, ik zei, waar kom je vandaan? Ze zei, ja, ik heb bij mijn vriendin Joke heb ik geslapen. Ik zei, je liegt. Ze zei, hoe weet je dat? Ik zei, daar heb ik geslapen. Zullen we even pizza doen met z'n allen gezellig? Even leuk, hè, natuurlijk. En doen we even pizza lied. En daar gaat hij weer. La, 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 la. Ik kom aan u vertellen dat u pizza's moet gaan eten. En wie niet naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat heeft niemand in de gaten. Pizza! Oh! Pizza! Pizza! Even wachten! Pizza! La 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 la. Ik heb die dingen zelf geproefd, nou dat heb ik geweten. Ik heb er zeker 3 kwartier van op de pot gezeten. Een pizza kun je in wel meer dan 100 soorten krijgen. Voor mij smaken ze allemaal naar verse paardenvrij. Pizza, pizza. Oh, pizza. 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 Even wachten. Pizza. La. Bestellen. U zegt gewoon hoeveel wat voor, u kunt ons altijd bellen. Het liefst een beetje in de buurt en graag contant betalen. En woont u heel ver weg, nou komt ze dan maar zelf halen. Hey. Pizza, pizza. Oh, pizza. 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 Even wachten.
Van achter nog. Pizza! Pizza! Oh! Pizza! Pizza! Even wachten. Even wachten nog. Nog even wachten. Pizza! Nog één keer met z'n allen. Dat ene woordje pizza moet hier door de ramen knallen. Dus roep zo hard je kan. We hebben niks aan van die zachte. Maar hou je koppen even dicht als ik roep. Wacht hè. Pizza, pizza. Oh. Even kijken, dan krijgen we nu over dat iets gezellig. Dus een nieuw onderwerp hebben wij in het programma. Dat is het ouderwetse variété. Oh, waar staat dat? Ouderwetse variété, zoals je dat vroeger had. Er komt nu iets van een hondennummer. Gewoon, attentie van de biezen, laat hem maar komen. Hoppa! Hoppa! Ja. Thank you! Goedenavond, dames en heren. Mag ik me even houden voor? Mijn naam is Van de Biezen. Toon van de Biezen. En ik ben de man die dus verantwoordelijk is voor het variété. En ik heb vanavond een geweldig nummer voor u op de kop weten te tikken. Het is namelijk het hondennummer van Uit de Hollywood, Great Betty! Grace, vertel even. Ach, je hoedje valt er al af. O jee, ik haal het er wel bij, Grace. Geef niet, het komt allemaal in orde. Je stond mijn hoed, je stond de hoed op. Geen niet. Grace, luister, ik ga het wat makkelijker voor je maken. Ik heb geen spreekuur, hoor. Nee, maar ik wel. Luister, Grace, je hebt een hondennummer. Nou ja, vertel daar eens. Ik ben een grootzond. Nee, maar je hebt al jarenlang een hondennummer. Ja, jarenlang. Vertel. Nou, die zijn allemaal geredde honden. Ja, maar hoe lang heb je het nummer al? 1,60 meter. Nee, hoe... hoe lang heb je het nummer al? 25 jaar. 25? Niet deze honden. Nee. Voorafgaande. Ja, natuurlijk. Hoe heet dit? Wie is dit? Dit is de ambtenaar. Dit is de ambtenaar? Hij is een beetje klein uitgevallen. Maar hoe bedoel je de ambtenaar? Die moet dan straks de menigte trouwen. Oh, dat kunnen we even uitleggen, dames en heren. We hebben hier namelijk gemaakt. Kom even, Grace. Maar ik sta niet in mijn achteruit, nou. Nee, maar ik hou je vast. Hebben we namelijk de trouwzaal. Dit is de trouwzaal. Ja, 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 helemaal. Hier komen dadelijk de bruid en de bruidegom en de getuigen en de aangetrouwde familie natuurlijk. Ja. Dit is de ambtenaar, dus die moet daar naartoe. Die moet daar. Oké, zet hem in zijn ambtenarenstoel. Voorzichtig. We zitten, ja, kijk eens even. Hij had al moeten zitten, hè? Hij had al, maar dat geeft niet, maar we hebben alle tijd. Het is een ambtenaar, dus het duurt wat langer. Het duurt alles langer, hè? Ja, hoedje op. Oh, het is een typische ambtenaar. Het is geen moderne ambtenaar, maar het is een ambtenaar. Nou, komt de bruidegom en de bruid. Bruidegom en de bruid, kom maar jongens. Als ze willen hoor, want ze moeten eigenlijk trouwen. Sorry? Ze moeten trouwen. Ze moeten trouwen, tuurlijk. Ze moeten trouwen. Je kan er dan de bijten zien, hè? Kun je natuurlijk zien, hè? Ja. Ga je ze halen of bel je ze op of wat doe je? Ja, het kan even. Is er iemand overleden? Oh, trauma's. Ik denk wat een sombere muziek ineens. Hè. Moet natuurlijk, daar komt de bruid zo meteen hebben. Ja, daar komt de bruid. Daar komt de bruid. Ja, la, 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 la. Hou er eens even vast. Dit is hier, meneer Kreeg. Is dat de bruid? Ach, voorzichtig met hoedje. Ja, ik heb het hoedje al. Het hoedje. Van harte gefeliciteerd vast, hoor. Juiste beslissing, wat een lekker ding nou, heb je gekozen. Nou, de tijd was van dingen. Wat zegt ze?
Ik denk wel dat ze de spijker krijgen. Nou, dat maakt niet uit. Ook nog een hoedje op. Wat is er nou? Dat een sluiertje ophouden, hoor. Oude witse variëteen, dat begrijp ik wel. Ja, dames en heren, gaan we de gasten halen? Gelukkig de gasten halen, ja. Dan mag ik even. Let je een beetje op, ze. Let je een beetje op. Ja, jij even lekker je hoed op. Dan gaan we nou ook graag een beetje je hoed in zitten gooien. Dat kan natuurlijk niet, hè. Met hem wel, hij houdt wel een beetje netjes, hè. Ik was van de week, was ik nog wel zo. Even gaan lachen met die mensen. Want ik kom natuurlijk allerlei mensen hier in de studio tegen. Dan kan je wat nagaan. En ik zeg trouwens, heb jij ook min 1? Ik heb min 1. Heb jij ook min 1? Min 1. Zijn er al gasten? Oeh, daar komen de gasten. Hartelijk welkom. Wie zijn dit? Kijk, dat is nog een jong bruidje, hè? En die moet ik een beetje afkijken van de anderen, hè? Oh. Dat heb je wel. Tuurlijk. Hoedje, moet hoedje. Oh jee, dit is niet goed, hè? Zit ze maar schrik op ze op televisie, je hebt nog geen netjes in de job. Och, och. Hij zit op de zon moeten staan, de mensen verzinnen. Ja, nee, maar het is televisie, hè. Het wordt opgenomen aan alle kanten, ik weet ze. Iedereen kan het zien. Oh, oh, oh. Ik val van mijn stoel. Ik zit zo te lachen, die valt van zijn stoel en van lachen. Het is natuurlijk ook vreselijk komisch, hè. Nou, het is een amusant gezelschap, hè. Ja, die ambtenaar zit maar moppen te vertellen, hè. Die is echt bezig, hè. Je weet ze wel te amuseren, hè. Dus daar gaat het gebeuren allemaal natuurlijk, hè. Dat weet jij wel natuurlijk, hè. Jij bent al klaar voor vanavond, hè. Maar dan gaan we... tegenaan, hè. Dat weet zij nog niet natuurlijk. Oh, daar kijk ze. Wie komt er nou weer? Ah, de dorpsgek komt binnen. Dit is zo wat. Leuk dat ze die ook gevraagd hebben, de dorpsgek erbij. Wat een stel. Ze maken zich niet met die handje van Leien eraf, hè. Het is niet van het ziekenvolk. Van je hoedje. Blijf nou toch zitten. Dan ga je nog steeds verschuiven. Je moet gewoon blijven zitten. Het is zo simpel. Och, zit je nou goed? Dan moet ik je vasthouden. Gaat het nou zo? Och, wat een ellende allemaal. Wat heb jij nou weer met je... Het is nou toch met je hoedje. Wat ben je nou toch aan het doen allemaal? Zet je hoedje eraf. Waarom neem je dan ook zo'n goedkoop hoedje? Breng hem toch eens een paar centen uit. Dan heb je toch een behoorlijk hoedje. Nou, zitten we nou allemaal? Wat even doen? Het is erg. Ja, het kan even duren. Maar hierna dan... Want hij is van plan allemaal. Hè? Kom, daar hoor je niet natuurlijk. Hallo! Vies, ga er nou weer heen. Ik heb het ook niet verzonnen. Het is een raar idee, al. Ik heb het ook niet verzonnen. Ik ben maar te gast, hè. Nou, zijn we nou allemaal aanwezig? Dan komt er nog. Komt er nog weer. Misschien moeten we even tussendoor naar de reclame, want dit komt. Een vreselijke bruiloft wordt dit. Het kan al nooit meer wat worden, toch? Wat is dit? We hebben je gezien, die hoed. Wie is dat? Een getuige? Oh, die komt hier natuurlijk. Nou, hè, we zijn er. Waar bleef je nou zo lang? Hè? Ja, zijn nog te wachten. We zijn te laat van huis gegaan. We zitten allemaal te wachten hier. Alleen maar op jou. Nou, we hebben de koets tot 10:30. Dus hij moet, nou, wel komen die koets natuurlijk. Dus er komt, dus heb je al gezegd van, geef de kist een brood. Of de brood een kist, hoe heet het? Zeg het even, zeg even, geef de kist een brood. De brood een kist. Hallo, opletten, zit een ambtenaar tegen je te lullen. Hallo. Hallo. Hier gebeurt het allemaal. Hallo. Hier gebeurt het. Kijk nou even die kant op, dan zegt die ambtenaar, zeg wat nou. Zeg even gewoon, ja ik wil, oké. Okay. Ja ik wil, oké, okay. Gebeurt. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Zal ik ondertekenen maar? Ja, ik ondertekenen. Ja, oké, okay, dan ben ik het koud, hè. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, die had al een paar boontjes op die vraag. Ik had het hele zootje is bezopen, geloof ik, wat is je mij vraagt. Kan niet echt gezellig meer worden. Wat gaat er nu gebeuren, Grace? Grace? Hierin, hè? Ja? Gaat er nu gebeuren?
Nou gaan ze trouwen, hè? Nee, ik heb... Ik zal wel helpen, want er komt geen sodemieter van terecht. Kom op, jongens, vraag het niet aan mij. Ik heb het ook allemaal niet verzonnen. Kom op, je moet nou weer in die koets. Moet ik het doen? Maak het nog uit waar ze gaan zitten, Kees. Ja. Waar moeten ze zitten dan? Die ernaast. Die ernaast, oh. En die ambtenaar? Ja, die moet ook maar mee, hè? Die moet ook maar mee. Nou, je moet ook maar mee. Steek je wel je hand uit als je naar rechts gaat, maar vertrouwen het ook allemaal niet. Kan er niemand zelf lopen? Want... Oh, hier zitten hengsels aan, dat is makkelijk. Die kan je zo... Ik geloof dat wij moeten gaan lopen. We moeten gaan lopen. Grace die geeft het zijn. Zal ik dus boer de spullen opruimen? Beetje tempo maken, dit duurt te lang allemaal, jongens. Op Pieter. Een motortje maar. Hoe moet ik wat me doen dan? Oh, dat gaat vanzelf. Ja. Ah, kijk dan, leuk. Mooi. Afkondiging maken. Volgende week zijn we er weer. Het ouderwetse variëtee. Goed zo, heel wegwezen. Iedereen klaar voor de medley, jongens? Dan houden we nu de medley. Ja, waar die nieuwe cd van is. Ja, dat weten we nou wel. Loes, er is een nieuwe cd van die medley. Dat hebben we nou wel gehoord, hè? Attentie, en daar komt ie. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laugh when I cry, each time I saw the tide. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. A woman needs man, and man must have its mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome the lover as time goes by. I want some rest.
take my order, please. We had a silly quarrel the other day. Oh, this pretty flower changed her blues away. Wrap up some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back to pick your best white orchid for her wedding gown. Your best white